Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Werkt het of niet? Het programma waar Martin de Winter van Hokera Below the Line en John Swaap van Proms Magazine de nieuwste promotionele artikelen testen en kijken wat ze ervan vinden of het de test doorstaat. Nou, we zijn natuurlijk weer heel nieuwsgierig wat er dit keer in de uitzending zit. Dus het wachten is alleen nog op John Swaap van Proms Magazine, maar die zal langzamerhand wel binnen komen lopen. Ik ben er. Hé, laat hem daar nou net hebben. Hoe is het, jongen? Goed. Dag, mooi Martin. Zo. Nou ja, wij zijn natuurlijk heel benieuwd, John, wat jij bij je hebt vandaag. Nou, dat zal ik vertellen. Ik kom namelijk terug van vakantie en ik reed door Duitsland. En toen ben ik even naar een winkel gegaan en die verkocht palmol kleding. Ja. En toen zag ik dit liggen en dat kreeg ik erbij. En dat vond ik een ontzettend leuk product. Het is een soort ansichtkaart. Maar als je hem dan openmaakt, dan zit er een filmpje in. Oké. Okay. Een soort reclamespot. Hey, dat is wel gaaf zeg. Dus het is eigenlijk een soort kaart. Ja. Het is helemaal van karton. Het is mooi gebrand. Prachtige beelden daarop. Maar goed, dat is natuurlijk afhankelijk van de layout waar het over gaat. Ja. En dan doe je hem open. En dan start er direct de film op. Weet je. En ik vond het zo leuk dat ik hem dus mee naar huis nam. En normaal gooi je die kaarten vrij snel weg, of je weet niet. En dit vond ik gewoon, ik vond het echt mooi. Ja, en je kan daar dus gewoon je complete commercial eventueel inzetten. Ja. Ik zie dat er hier nog knopjes op zitten. Doet dat nog iets? Ja, dan zie je andere filmpjes. Ze hebben drie verschillende filmpjes. Oh, dat is pauze. Dat doet het. Hé, hey, dat is wel mooi, John, dat moet ik zeggen. Het is toch wel een mooi uitgevoerde kaart waar je inderdaad hier doorheen kan scrollen. Dat lijkt het toch. Nou, je hebt niet echt duidelijk aangegeven hoe het werkt. Dat klopt. Maar het zijn drie verschillende reclamefilmpjes wat erin zit. Ja. En het geluid, ja, maar goed, hoe kan het ook anders? Is natuurlijk niet helemaal optimaal. Maar ik valt me niet tegen. Nee, het valt absoluut niet tegen. Je kan die volumes ook niet. Niet regelen, maar op zich prachtig uitgevoerd. Prachtig merk er ook voor om dat te doen natuurlijk. Ja. En het is wel een heel andere manier om je boodschap een keer open te kunnen brengen. Dus wat dat gaat, denk ik, John, prachtig product. Ik zie er wel toepassing in, joh. Volgens mij ben ik heel snel overtuigd en we houden deze. Dank je wel. Dank je. Groeten, tot de volgende keer tot weer. Tot de volgende keer. Yo. Doeg. Ciao, ciao. Toch een vernuftig ding. Ik zie hier echt wat toepassingen voor. We houden hem echt.